CheapTickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Lars, hoe zit mijn haar? Ik weet niet hoor. Ja, ik ben natuurlijk wel op de Coiffure Awards, hè? Als je haar maar goed zit, dat willen we natuurlijk allemaal. En vandaag wil ik dat zeker, want ik ben aanwezig op de Coiffure Awards. Oftewel het gala waar de kappersprijzen van Nederland worden uitgereikt. Nou ja, en dat is dan ook gelijk voor mij de plek om eens goed rond te vragen naar de nieuwste trends op haargebied voor zowel de mannen als de vrouwen. Ik denk dat de aanwezige mensen er geknipt voor zijn om dat aan mij te vertellen. Marie van de Ven, als iemand de trends voor deze zomer weet, dan ben jij het wel. Dus vertel mij, wat zijn de trends in eerste instantie voor de mannen? Voor de mannen? Voor de mannen zien we eigenlijk heel veel. We zien nog steeds natuurlijk die opgeschoren zijkant en achterkanten. Dat hele strakke naar de zijkant, dat hele slik eigenlijk. Maar ook lang haar kan. Dus eigenlijk is er heel veel mogelijk. Maar wat we nu extra veel zien, dat zijn die echt hele korte opgeschoren kapsels met die... Met het hele strakke haar en zelfs scheidingjes erin geschoren. Maar ook het wilde, het woeste kan. Kijk, loop je er weer goed bij deze zomer, Marie? Niet dan. En voor de vrouwen, wat zijn de trends voor de vrouwen? Ook voor de vrouwen kan heel veel, maar we zien ook heel veel kleuren in het haar. Bijvoorbeeld hele fel roze, fel blauw, niet echt commercieel. Voor bepaalde types is natuurlijk wel heel erg leuk. Pony is terug, wavy hair is terug. Kleuren eigenlijk in allerlei schakeringen. We zien zelfs een soort van... Hele fijne, kruiserige krul. Dus ook eigenlijk kan heel veel. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je altijd moet doen wat bij je past. Want iets kan een trend zijn. Als je ze niet mooier maakt of je niet staat, dan ben je natuurlijk verkeerd bezig. Voor vrouwen is een baard een leuke trend. Ja, vrouwen met een baard, dat is helemaal dé trend van het moment. Iedereen moet een baard. Want ja, hè? Na Conchita die won, moet het een baard zijn. En voor de mannen Amish hoeden. Amish? Whalen had een Amish hoed, dus dat vond ik heel leuk. Ik denk dat Amish hoeden, maar ik vond sowieso die hoed echt een heel gaaf statement. Voor mannen, ja, weet je, het is te zijn. We leven niet meer in een tijd dat er echt trends zijn. Het zijn er veel meer dat je mee moet gaan in wat jou goed staat. Nou, vrouwen dragen het haar allemaal wel wat langer. En het is heel lullig als ik dat tegen iemand moet zeggen die kort haar heeft. Ja, ik licht er alweer uit, ik ga naar huis. Nee. En we zien voor de zomer ook wel de wet look, dus een beetje, lijkt nat naar achter. En eigenlijk veel scheidingen zien we terug. En wat mij het meeste opvalt is de accessoires. We gaan echt hele leuke Ibiza bandjes dragen. De klassieke haarbanden komen weer terug. De mooie grote spelden. Dus ik denk dat we toch een beetje na de crisis er weer van houden om het een beetje uit te pakken. En ik denk dat accessoires de grootste trend is die we gaan zien. Veel accessoires, tenminste mooie, goede accessoires. Hoe lang sta jij 's ochtends je haar te doen in de spiegel? Helemaal niet lang. Ik was net toevallig bezig met mijn haar. Eventjes, want ik dacht van, het is natuurlijk kappersding, dus ik moet wel misschien wat haarlakt of zo in doen. Maar normaal kan ik het gewoon achter en ga ik gewoon. Ik ben meer tijd met mijn baard bezig tegenwoordig eigenlijk, want dat is veel werk. Vrij kort. Dit heb ik aangetrokken. Binnen 2 minuten was ik klaar. Want ik wist, ja, ik heb heel snel gedoucht net. Ik sta nog net achter de computer, heel snel gedoucht en ben ik hier gekomen. Dus heel kort. Veel te kort. Ik ben daar niet van. Ik gebruik geen cremmetjes. Ik heb alleen een waanzinnig goede kapper al 25 à 30 jaar. Marcel? Duim omhoog. Een vakman in Groningen en wijde omgeving. Maar hij komt niet elke dag 's ochtends me opkammen. Dat doe ik allemaal zelf. Ik heb hartstikke mazzel dat terwijl ik ouder word, dat ik nog steeds veel haar heb. Dat het groeit. En elke 3 weken naar Marcel. En tussendoor een extra beurtje als een feest is, zoals nu. Als je dan toch een keer een bad hair day hebt, stel dat, hoe zit het dan? Nee, dat gaan we niet doen, want dan heb ik een bad hair day. Nee, maar meestal dan haal ik wat droog shampoo uit mijn kast en is dat wel weer klaar hoor. Ik kom net terug van vakantie en op vakantie feun ik mijn haar dus niet. Dus dan is het gewoon, dan glanst het niet, dan is het piekerig, dan een beetje dood eigenlijk. Ja.
Ik kan me niks bij voorstellen bij jou. Dat je mijn vakantiefoto's ziet. Dat doen we een andere keer. Nou, ik heb eigenlijk een boblijn. En die steek ik op en zet ik er een leuke toef op. Een beetje van mezelf, een beetje van de toef. Van de, hè, waarom niet? Hè? Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar als ik er niks aan doe, en ik heb het net niet gewassen, dan zit het wel eens plat. Een beetje 20, 30 jaar zo heel plat langs mijn hoofdje. Maar dan doe ik vaak een leuk mutsje op. Een heel gek mutsje. Dan ga ik zo dorp in, een appeltje halen. Zie je, nee, doe ik iedere keer een ander mutsje. Nou, dan heb ik een hoed op. Ik heb een Bad Hair Day hoed. Heel, ja, die heb ik echt. Ligt in mijn auto. Als het gaat waaien of zo, dan doe ik dat op. Amish hoed. Ja, Amish hoed, dat lijkt wel een beetje Amish. Ja, dat klopt, ja. Volgende week meer Coiffure Awards en dan vertellen de bekende Nederlanders wat ze allemaal bespreken bij de kapper. Seksueel overdraagbare aandoening, maar toen dacht ik, ja, dit heb ik nooit, dus daar heb ik het dan ook nooit over. En zie je een stukje van de awardshow. Cheaptickets.nl. Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals.